Dus leven de kam al goed. Ik vind het altijd zo grappig dat je overal mensen hebt. Zoveel goede reacties op zijn gekomen. Hoe lijkt dat uit? Ze lijken al allemaal grijze haren. Ja. Ben je zo interessant, willen ze je daar in een of andere show hebben? On TV, man. Wat ga je doen? Moet je modellen meenemen? Het zou kunnen. Oh, erg. Het zou zomaar kunnen. We zaten ze al op mijn werk toen ik vertelde dat ik je... Want mijn haar die was best wel lang geworden. Ik zei, jee, dat is mijn haar lang. Dan moet ik nog voor meer dan een week wachten, zat ik zo vorige week. Weet je. Toen zei ik al van ja, maar ik word op de film gezet en dit en dat. Oh, zei de collega's, misschien moet je daar wel een keer een show geven, dan mag je mee. Nou, dat denk ik niet. Ik zei, bovendien krijg ik mijn baas op de wijk, dan krijg ik de liefde in de spits. Hé, die zat een beetje. Het is wel leuk. Dat is natuurlijk een scenario waarvan ik denk van nou, dat moet er nog aan worden. Dus ik vond het wel heel leuk om een beetje te geinen. Ja, ik heb 18 minuten zelf ook gek weer van de. Is het zo? Ik zat niet zo te kijken, de muziek is zo hard dat ik helemaal niet kan horen wat jullie zeggen hoor. Nee, dat is hard. Nou, soms wel hoor. Dus als je klassieke muziek erop zet, dan hoor je echt alles te doen. Nou, dan moet je bij mij maar iets van Red Hot Chili Peppers erop zetten. Oh ja. Alles hè. Je ziet wel de links dan, want ze koppelen gewoon het YouTube verhaal aan de Italiaanse site vast. Ja, Italië is natuurlijk ook wel een land, bepalend land denk ik op haarmodegebied. Oh, absoluut wel. Al hebben de meeste vrouwen daar ook wel lang haar natuurlijk. Was je zus aan het stressen? Ja. Waarom? Ze had nog een afspraak ervoor en dat ze daar te laat van weg was. Oké. Okay. Ze zei ik al dat jij nog bijna moest beginnen. Ja, dat maakt het niet uit.
wel de mooie met mijn kamschaar na te doen. Ik heb mooie zachte lijn. Toen doe je ze ook vaak heel hard. Hè. Ja, anders gaan ze alles met tondeus. Ik wou net zeggen, iedereen die kan natuurlijk aardig haar weghalen met tondeus, hè? Nou, ook dat is nog wel een kunst. Echt wel. Ik merk pas als je er zelf mee bekend. Het filmpje is natuurlijk van dat meisje wat hier was toen ik vroeg. Ja, meer twee. Nee, hoor, er zijn er al veel, veel bij. Oké. Okay. Toen was haar, ben ik nog niet tegengekomen. Ik heb wel al jouw filmpjes even op YouTube en ik me zoeken. Ik kon er niet vinden. Ik was wel benieuwd hoe dat staat er wel op. Ja, dan moet ik gewoon weer even kijken. Het is een beetje. En dan dacht ik, ga eens even een avondje filmpjes van Theo kijken. Hoe is de avond? Zie ik een andere deur? Ja. Kan ik erin? Nee, zeker. Dat is het probleem van de filmpjes. Je moet in houdingen staan die je eigenlijk normaal niet zou doen. Dat komt er zicht. Dat je op de achtergrond hoor je muziek en dan zit er een heel ander muziekje bij. Niet in beeld lopen. Ja, maar dat wil niet zeggen dat je nu in beeld bent. Zo zal ik het niet meer gaan, zo schokkend zijn voor. Nou, het is wel leuk, het is een disco. Disconnect. Dus een losse nog apart. En dan probeer je niet duidelijk op een beetje te brengen. Het houdt maar niet op. Ik was in Duitsland. Ik was laatst in Duitsland. En de kassa, die vrouw van de kassa ook. Was er al zo eentje vrouw van, denk ik, dik in de 40 was ze niet al rond de 5. Dat ik zo'n tolle frisuur had. Ik kwam mijn zoon is net 15, dus 15 jaar. Ons derde lustrum. Ja. Zou ik je toch zeggen? Ja, zeker. Denk je, dan praat ze niet. Ik heb een veld er aan meteen. Ja, lijkt het. Oh jee. Ik hou ervan. Ja, het zijn maar weinig mannen die dat voor elkaar krijgen. Je weet nooit wie de film kijkt.
Nee, precies. Het is straks heel druk bij deze kapper. Ik ben heel fan van deze groep, het is zo fijn met dit. Nou, dat gaat goed. Wat is dat telefoon te doen? Nou, van de zaak. Als je met een mes krijgt, steeds nog een kleine Zo blijven ze dan. Dat is een beetje.